Ja, dames en heren, naast me staat meneer... Cornelis. Cornelis? Ja. Cornelis, toevallig? Ja, Pijnen. Oké. U bent in Schiedammer? Nee, ik ben geboren in Vlaring. Oké, en hoe bent u dan helemaal hier terechtgekomen? Ik woon al 72 jaar hier in Schiedam. Het is lang genoeg, hè? Ja, ik dacht het wel. Maar heeft u nog geen genoeg van? Ach, joh. Er moet voor strijd gestreden zijn en voor leed geleden zijn voor wie hier aan het einde zijn. Hè? Ja. Dat vind ik wel een hele mooie. Herhaal hem nog eens een keer. Ja? Nee, joh, ik zing geen liedje voor 1 cent. Ja, hij klonk heel goed in ieder geval. Ja, joh. Oké. Okay. We zijn met z'n allen op vakantie, hè? Ja, precies. Het is zo donker. Nou ja, de zomer loopt aardig ten einde, dus... Dat neemt hij allemaal op. Dat neemt hij allemaal op, ja. Een pakket, zeg even. Dit is een kans. 5 minutes of fame, zeggen ze dan in Amerika. 5 minuten, ja. 5 minuten beroemd zijn. Ja. Op de lokale tv. Nou, ach joh. Nee. Niks is blijvend, alles gaat voorbij. Dat is waar. Hè? U bent een filosofische man. Oh, oké. Okay. Ja. Dank u wel. Ja, u bent lekker aan de kibbelingen, zie ik. Het zijn eigenlijk kuit. Kuit. Kuit? Ja. Oh, dat vindt u erg lekker, kuit. Heerlijk. Ja. En als ik vragen mag, wat is uw etnische achtergrond? Waar komt u vandaan? Ik kom uit Suriname. Ja, ik dacht het wel. Een dame uit Suriname. Ja. Was vroeger een hit, hè? Ja, dat klopt. Ja, ja. Ja, dat klopt. Dat was een ja. Heel leuk liedje. Ben je ook niet meer zo piep, toch? Ik ben oma. Oh, nou, dat zou ik niet zeggen. Dank u voor het compliment. Nee, echt waar, dat zou ik niet zeggen. Wat een mooie verzorgende oma is dat. Dank u wel. Met een mooie paarse bril. Dank u wel. En dan kijk ik naar je haar en dan, ja, dan word ik eigenlijk een beetje nieuwsgierig. Ja. Is dat een pruik? Het is niet van mij. Laat ik het zo zeggen. Van wie is die dan? Nou, ik heb het gekocht. Nee, maar dat viel me toevallig pas op. Ik zit wel eens op Badoe. Ik zoek namelijk een vrouw. Ja, het is makkelijk. Hoor je dat? Ik zoek een vrouw. U zoekt een vrouw? Ja, echt waar? Maar dan zie ik wel eens negoride dames, als ik dat zo mag zeggen. Ja. En er staan er 68 foto's op die Badoe bijvoorbeeld. Ja. En dan klik je ze aan en dan hebben ze op elke foto ander haar. Ja. En dat kan je volgens mij... We zijn gek op haar. Ja, hè? We zijn gek op haar, ja. Ook op extensions. Extensions, ja. Ja. Maar ook leuk om te wisselen zo. Ook dat. Je hebt sommigen die van naturel houden, sommigen houden van, van haar. Ja. Maar u kan zich aanpassen aan alle omstandigheden? Alles, ja. U bent getrouwd? Ik ben niet getrouwd. Maar ben je van een vriend? Of een... Nee, dat heb ik ook niet. Kijk. Je mag geen reclame voor me voor. Nee. Nou ja, het is natuurlijk een hele leuke dame. Hoeveel kinderen? Ik heb er 1. Nou, dat is ook niet zoveel. Dat is goed bij te houden. Ja, hè? Ja. Ja, ik heb 1 zoon. En hoe oud is die zoon? Hij is 35. Nou ga ik rekenen. Kan niet. Geloof ik nooit. 35 plus... Ja. Dat kan wel. Oké. Nou, u weet het mooi te verbloemen. ik was wel jongmoeder. Oké. Dan heb ik nog een vraag. U zegt namelijk, ik heb koud gegeten. En wat ik dan altijd me afvraag, jullie hebben bakkeljauw. Bakkeljauw, ja. Volgens mij noemden wij dat vroeger stokvis. Dat is ingezouten. Dus ja. Dat komt vanuit Noorwegen. Dat komt vanuit Noorwegen, die stokvis. Ja. Die wordt naar Suriname gebracht. Ja. Die wordt daar in het zout gelegd. Ja. En die worden vervolgens vanuit Suriname weer hier naartoe geïmporteerd. Ja. En als mensen ze dan klaarmaken, dan moeten ze in het water wenken. Of je kookt het uit. Wel, je weet het wel. Ja, natuurlijk. Ik eet ook geregeld bakkeljauw. Ja. Die kook je uit en dan ga je het bereiden. Maar is bakkeljauw dan eigenlijk kabeljauw? Ja.
is het omgekeerde van bakkeljauw, is kabeljauw. Dus iemand is het verkeerd gaan zeggen? Ik denk het. Ja. Ik vind het wel komisch. maar wij noemen dat stokvis, wist je dat? Nee, wist ik niet. Ja, en wij hadden vroeger ook een bedrijf in de haven, dat heette Stokvis. Dus dat zal er ongetwijfeld ook mee te maken hebben. Ja, zo wel kunnen dat, denk ik. Okay. Ja. En eet u vaak Surinaams? Ja. Zoals wat bijvoorbeeld? Nou, ik heb eergisteren heb ik nog zoete aardappelen met repen bananen en cassave. Heb ik een soort stampot van gemaakt. Ja. Jullie maken graag stampot, hè? Nou, ik eet vaak rijst, hoor. Ja. Maar ik heb het... De meeste Surinamers zijn ook gek op stamppotten. Die maken wel hun eigen. Ik vind stamppot rauwe andijvie wel lekker. Kijk. Dat is mijn favoriet. Nou, is dat Hollands of niet, dames en heren? Is Hollands, maar ik maak het op Surinaams. Oh, dat geeft niet. Dat is juist leuk. Ja. Nou, ik denk toch dat we nog eens moeten praten als we elkaar tegenkomen. Is het zo? Ja. Oh, oké. Okay. Bedankt! Ja, graag gedaan. Ja.